Goed, de vorige video werd even onderbroken door een bezoekje van de getuigen van Jehova, maar we gaan nu terug naar de wetenschap. Grootheden, eenheden. Als we een grootheid gaan noteren, dan zal dat meetresultaat altijd bestaan uit een aantal beduidende of kenmerkende cijfers. En het kenmerkend deel van de getalwaarde van een grootheid zijn die cijfers die overblijven als we alle nullen voor het eerste van nul verschillende cijfer weglaten, de machten van 10 weglaten en de komma weglaten. Het klinkt moeilijk, maar we gaan het onmiddellijk aan de hand van een voorbeeld bekijken. Als we zeggen dat de hoogte van een tafel 70,5 centimeter is, voor de 7 staan er geen nullen, die moeten we al niet weglaten. Machten van 10 zijn er ook niet, maar de komma moeten we wel weglaten. Zo wordt mijn kenmerkend deel 705. En het aantal cijfers in mijn kenmerkend deel, dat noemt men de beduidende of de kenmerkende cijfers, dat zijn er 3. Namelijk de 7, de 0 en de 5. Als de lengte van een blad papier 0,000296 kilometer of 29,6 centimeter is, kijken we naar het eerste, naar de eerste uitdrukking 0,000296 kilometer. Al de nullen voor de 2 mogen we weglaten. Dan blijft er als kenmerkend deel over 296. En dat bestaat uit 3 beduidende cijfers. Een meetresultaat wordt ook uitgedrukt met een bepaalde nauwkeurigheid. Als de lengte weergegeven wordt als 7,23 meter, dan wil dat zeggen dat men een meettoestel gebruikt heeft dat een nauwkeurigheid heeft van 0,01 meter of 1/100ste van een meter. Als de massa 14,3 gram is, dan is deze massa bepaald met een balans die een nauwkeurigheid van 0,1 gram heeft. En als de lengte 4,0 decimeter is, dan is de nauwkeurigheid van de gebruikte bordlat wellicht 1 decimeter of 10 centimeter. Sorry, 0,1 decimeter. Of 1 centimeter. Goed. De nauwkeurigheid van mijn meettoestel bepaalt ook de nauwkeurigheid van mijn meetresultaat. Als we een chronometer gebruiken die nauwkeurig is tot op 0,01 seconde of tot op 1/100ste van een seconde, dan kan ik niet nauwkeuriger gaan meten dan op 1/100ste van een seconde. En als ik een meetlat heb die een nauwkeurigheid heeft van 1 mm of van 0,1 centimeter, dan kan ik niet nauwkeuriger gaan meten dan tot op 1/10 van een centimeter of tot op een millimeter nauwkeurig. Opgelet, als ik exact 10 centimeter ga meten met mijn meetlat, dan ga ik dat niet opschrijven als lengte is 10 centimeter. Want dan zou dit willen zeggen dat deze meetlat maar een nauwkeurigheid heeft van 1 centimeter. Als ik exact 10 centimeter meet met een meetlat met een nauwkeurigheid van 0,1 centimeter, dan noteer ik dat meetresultaat als lengte is gelijk aan 10,0 centimeter.